Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag, nieuwe week. Ik hoop niet dat je schrikt van dit gezicht, want ik heb niets aan mezelf gedaan nog. Ik ga namelijk schilderen op zolder. Vorige week vlog ben ik daarmee begonnen. En dat ga ik deze week afmaken, want het is een rustige week, dus ik moet productief zijn. Ik heb veel te lang in bed gelegen vanochtend. Maar nu gaan we iets doen. Ik dacht, ik laat mijn huid lekker ademen. Dus ik heb er alleen een lekker dagcremetje op. En voor de rest helemaal niets. En kijk even wat er hier voor mijn neus gebeurt. Het sneeuwt keihard. En het blijft liggen. Zal het doorgaan? Dat zou wel heel leuk zijn, hè? Dat het zometeen gewoon tot je knieën ligt. Dat niemand meer een kant op kan. Dan hoop ik wel dat het gebeurt als Justin thuis is. En dat niemand naar zijn werk kan. En dat is nog steeds mijn droom. Dat we insneeuwen of zo. Ik hou zo van sneeuw. Fantastisch. Nog een maandje en dan gaan we op wintersport. Dan ga ik het ook weer helemaal vloggen. Jullie meenemen. Maar zo kom je dus wel al een beetje in die wintersport vibe. Als je me langer volgt, weet je dat ik leef voor wintersport. Zomervakantie vind ik heerlijk. Maar wintersport zou ik alles voor inleveren. Dus ik ga aan de gang. Ik ga schilderen, lakken, grondverven, schuren. Nou, je kent het allemaal wel. En ik ga ook mijn bureau in mijn kantoor nog één keertje lakken. Dus gewoon echt alleen waar alles op ligt. Want er zitten heel veel, ja dat zie je bijna niet. Oh, je ziet het best wel heel goed. Heel veel kleine stipjes op. En ik beschadigde het van de week echt super lomp. Ik doe de stipjes op van de muur, van de muurverf. Ik wil hem nog even één keertje gaan lakken. Maar eerst ga ik hier verder. Die staat helemaal in de grondverf. Het raampje staat helemaal in de grondverf. Kast staat helemaal in de grondverf. En ik ga nu ook deze deur in de grondverf zetten. Ik begin dus met het schuren van deze deur. Deurtje geschuurd, schoongemaakt en in de grondverf. En nu ga ik door met dit kozijn. Oh, en mijn batterij is leeg. Eerst een nieuwe batterij erin. Lekker bezig geweest. Ik ga zo meteen na de lunch, nu is het eten vol om. Na de lunch ga ik mijn bureautje even opnieuw lakken. Even kijken hoe ik me dan voel. Ik voel een klein beetje koppijn opkomen. Dan zou ik nog wel het een en ander in de walfix willen zetten op zolder. Maar dat kan pas als de lak droog is. Nou, volg je het nog? Ja, mijn schoonmoeder had lekker erwtensoep gemaakt. En dat vind ik heel lekker. En Justin vindt dat echt niet zo lekker. Ik zet jullie even neer. Ik heb een nieuw statiefje voor mijn camera. Wat echt heel chill is. Justin houdt dus niet van erwtensoep. Dus dan als mijn schoonmoeder dat maakt, vind ik dat heel lekker. En dan krijg ik altijd even een bakje mee. Voor de rest is de koelkast lekker leeg. We moeten vanavond even boodschappen doen weer. Ik zal zo meteen even een lijstje maken met wat we allemaal hebben, nodig hebben en zo. Oké, en nu is het de beurt aan mijn bureau. Nog even één keer goed in de lak en dan is het echt helemaal toppie en spik en span. Dus ik heb even de muur afgeplakt. Ik ga beginnen met die muur. Mijn bureau, bijna droog. Maar nog even niks opzetten, want ik moet even goed uitharden. Dus morgen ga ik pas wel wat opzetten. Dat vind je van mijn hanenkant trouwens. Leuk. En dan de zolder. Allemaal in de grondlak. Verf bedoel ik, in de grondverf. En dus mijn grondverf op. Maar eigenlijk was het hier niet echt nodig. Maar ik dacht, nou, ik maak gewoon de grondverf op. En dan doe ik gewoon de rest zonder grondverf. Dat is op zich niet echt een grote ramp. Dus helemaal blij. Dit staat allemaal in de grondverf. Nu is het 4:30. Ik heb eigenlijk al de hele dag last van mijn hoofd. Dus ik dacht, het is nu wel mooi geweest. Ik heb me even omgekleed. Ik ga even een theetje drinken beneden. En dan komt Justin straks alweer thuis. En dan gaan we bij mijn ouders eten. Hele dag
geschilderd. Niet normaal. Productief. Echt super productief geweest. Heel blij. Morgen nog een dag. En het is tijd om deze lamp op te gaan hangen. Je zus thuis. Ik van de week gekocht, want hem heel leuk. Ik ben benieuwd hoe het staat. Tada, daar hangt hij. Heel mooi. Echt super blij mee. Dat is even leuk wakker worden. Ik kan gewoon niet meer naar buiten kijken. Het hele raam is vol met sneeuw. Nou, kijk eens even hoe hard het sneeuwt. Blijer kun je mij echt niet maken. Sneeuw, witte straten. Ik hoop echt dat het de hele dag zo doorgaat. Ja hoor, ook in de keuken. Helemaal wit. Ik heb een rondje gelopen, ik heb boekhouding gedaan, ik heb ontbeten en ik heb een fruitje gegeten. Ik heb nog steeds niks aan mezelf gedaan en ik heb ook weer dezelfde outfit aan. Want vandaag is de laatste dag dat ik echt de hele dag kan gaan klussen, schilderen. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga weer naar boven. Ik ga alle schilderspullen pakken en dan ga ik weer door waar ik gisteren gebleven ben. Dus... let's go. Nou, en ik heb ook alles weer even teruggezet. Het bureau is echt perfect gelukt. Gisteren met nog een extra laklaagje. Ben ik heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Gisteren heb ik natuurlijk erg hard mijn best gedaan. Toen ben ik hier gebleven, want toen was de grondverf op. En op zich is dat niet heel erg. Want deze muren zijn één keer geschilderd, dus kan ik prima zonder grondverf. Ik ga het helemaal afmaken. Ik ga die muur schilderen. Die muur staat in de grondverf, ga ik ook schilderen. Nou, en uiteindelijk hoop ik dat ik het hier allemaal kan schilderen. En hier... die grondverf vlekt natuurlijk heel erg. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien straks. En die kant van het dak lijkt me ook leuk. Oh mijn god, wat was dit een klus. Het is nog een beetje nat, dus het vlekt nog een beetje. Maar deze hele muur is geschilderd. Nu ga ik daar verder. Ik heb geen zin meer. Maar ik moet door. Die muur is dus helemaal af. Achter de wasmachine is helemaal af. Dit is helemaal af. Eigenlijk moet ik alleen nog de nok in. Die kant. En om die deur. Dus. Kan niet meer. Ik ga nu eerst even lunchen. Dan ga ik dat helemaal leeghalen. En dan moet dat ook geschilderd. Het zonnetje schijnt lekker naar binnen. Dus de sneeuw is alweer weg. Maar wel lekker, want... de hele woonkamer wordt nu verwarmd door de zon. Ik zie er behoorlijk verwaarloosd uit. Zo voel ik me ook. Kijk. Ik ben bijna klaar. Nu alleen nog dit. En ja, ik dacht, hoe ga ik ooit in die hoek komen? Dat is en heel gevaarlijk, want ik ben alleen thuis. Straks donder ik naar beneden. En dan vindt Justin mij morgenochtend, want die is een nachtje weg. Dus ik dacht, ik tape het af en dan wordt het gewoon een wit hoekje. Wie niet handig is, moet slim zijn. Dus als het goed is, ik heb het met froktape gedaan. Is het super strak nu, dat randje. En daar komt toch allemaal weer troep. Ja, ik dacht, ik ga niet helemaal dat koffie in. Dat durf ik echt niet. Dus nu alleen nog dit. Dat onderste. En dan is het klaar. Dan ga ik het jullie laten zien. Wat een klus, jongens. Jeetje, Mina. Ik ben klaar. Ik ga straks alleen nog even de deuren schilderen. Maar dat is echt een... heel snel klusje als het goed is. Ik ga even de handgreep hier weer opzetten. Dus dat moet vast lukken. Ik heb het er ook afgehaald. Dus je zou denken, krijg je dat weer op. Alles wat ik doe, dat heb ik geleerd van Jus. Dit gaat goed. Oké. En Justin ziet er altijd wel iets soepeler uit, maar hoppatee. De deur staat in de verf. Helemaal nat zoals je ziet. En voor de rest is het gewoon helemaal af. Hier en daar nog wel een beetje nat. Kijk hoe strak. Echt super blij met het resultaat. Het zal Jus blij zijn. En Jus is dus een nachtje weg voor zijn werk. En hij weet wel dat ik hier bezig was, maar... hij gaat zeker niet weten of bedenken dat ik het misschien wel helemaal af ga maken. 4 uur bezig geweest. Valt mij nog mee. Nou, ik zie er nog net zo verschrikkelijk uit. Maar wel inmiddels mijn jas aan. Want ik ga naar mijn ouders. Dan ga ik lekker eten. En
Daar slaap ik ook. Oh mijn god. Jus is dus een nachtje weg. En ik dacht, ik pak de kans. En ik ga een keer bij mijn ouders slapen. Ik heb eigenlijk... Nee, ik heb nog nooit in dat huis geslapen, in het nieuwe huis. En het leek mijn moeder zo leuk als ik een keertje kwam logeren. Nou ja, dat doe ik natuurlijk niet als Justin hier thuis is. Dus vanavond is de avond. Ik ga logeren. Dus ik neem mijn tasje mee. Het was echt super grappig. Dus ik kom logeren. Bij wie mag ik in bed? Dus al mijn zusjes die zeiden van leuk, maar niet bij mij. Dus ik ben benieuwd waar ik slaap. Misschien wel in de bench net Boomer. Morning. Ik had de vlog nog niet geopend vandaag, maar zoals je zag werd ik vanochtend lekker wakker bij mijn ouders. Ik heb echt onwijs lekker geslapen. Zo leuk een keer bij hun slapen, echt. Ik was echt op visite. Het voelt echt niet als mijn huis, dat is heel grappig. Het is ook niet mijn huis, dus dat scheelt. Ik heb me aangekleed. Weer eens een keer normale kleren aan. Ook wel eens leuk voor jullie. Ik heb alleen mijn ogen opgemaakt, maar hier normaal smeer ik dit ook altijd helemaal vol, mijn pukkeltjes. Maar ik dacht, ik doe het gewoon niet. Het is er, dus eigenlijk wordt het alleen maar erger als ik er heel veel meuk op smeer. Justin komt vanavond weer thuis en ik hoop dat ik dan de deur erin kan hangen. Dus dat als hij thuis komt het helemaal af is. Dat zou echt heel erg leuk zijn. Ik ga het jullie even laten zien. Ik heb net de deuren er weer terug in gehangen en de deurkrukken er weer op gedaan. Dat vind ik erg... Een goede prestatie van mezelf. En over 10 minuten is Just thuis. Ik ben zo benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Maar ik laat het jullie alvast even zien. Rom pom pom. Alles is Mr. Empty van Lab Paint. En echt alles. Dus het plafond. Het traphekje. De ombouw. De deuren. Zodat het allemaal helemaal één eenheid wordt. En nu heb ik deze poster uit mijn kantoor even opgehangen, want dat vind ik echt super leuk. Nou, en dit weekend zouden we dus alles wat ik nu heb gedaan doen. Dus dit weekend zouden we hier alles schilderen. Maar nu gaan we natuurlijk dit weekend hier de vloer eruit halen. En zodra het dan aan deze kant helemaal klaar is, gaan we hier beginnen. Het allerlaatste stukje van het huis. Moet ook nog veel gebeuren hoor. Hm? Wow. Ha, fucking netjes ook, man. Echt super netjes. Good morning. Oh, ho, ho. Het is vandaag donderdag. Kijk dit pak. Ik ga stuk. Ik heb gisteren een hele leuke TikTok opgenomen met mijn superheld pakje uit mijn clip Geen Zin. Weten jullie dat nog? Dat is dus 9 jaar geleden. En toen heb ik dus een liedje geschreven over dat ik geen zin heb vandaag. Nou, jullie kennen hem vast. Ik heb zoveel reacties gekregen op die TikTok nu al. Hij staat nog geen 24 uur live. Maar heel grappig dat het is echt voor zoveel mensen hun jeugd is, mijn muziek. Dat besef ik dus af en toe gewoon echt niet. Maar ook TikTok Tik en ook het liedje Geen Zin. Dat gewoon dat voor jullie, voor heel veel van jullie, gewoon echt je hele jeugd was. Al heel veel gedaan. Het is 10:30 en ik zit in mijn kantoor. Ik heb al heel veel gewerkt. En ik heb allemaal ideetjes voor reels op een rijtje gezet die ik vandaag eigenlijk wil gaan filmen. Tenminste, ik ga kijken hoe ver ik kom. En ik heb vanmiddag mijn eerste pianoles. Ik heb er heel veel zin in. Echt superleuk. Het wordt echt heel leuk, denk ik. Ik hoop echt dat het mijn nieuwe hobby wordt. Ik heb ook allemaal fanbranding klussen afgerond. Nu ga ik mijn make-up doen. Filmen. Ik ga ook een cover opnemen. Nou, ik heb net een cover opgenomen en hij ging... Niet in 1 keer goed, maar wel in 5 keer. En ik ben best wel tevreden. Dus die komt binnenkort op mijn social media. Dus als je hem nog niet hebt gezien, kijk even. Want ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Zoveel muziek zie je bij mij niet voorbij komen op mijn social media. Maar meer omdat ik eigenlijk een beetje de lol in het muziek maken kwijt was. En nu ik al meer gewoon op mezelf thuis lekker zing, begin ik het al meer leuk te vinden weer. Dus af en toe... Deel ik gewoon wat leuks met jullie. Dus kijk even als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ga even lekker lunchen. Ik ben dus begonnen met echt de tafel voor mezelf te dekken. Want dan neem ik echt even de tijd om te zitten. En helemaal nu ik op mijn kantoortje werk, vind ik echt dat ik hier lekker even de tijd moet nemen. En dat ga ik dus nu doen. Even lekker lunchen. Oh, ik heb net mijn eerste echte pianoles gehad. Zo leuk. Ik vond het echt heel erg leuk.
er wel helemaal warm van, want ik kan er natuurlijk nog geen kloot van. Maar ik hoop dat het goed komt. Heel veel geleerd. En ze zegt echt een paar lesjes en dan zie je eindelijk een beetje van, oh, ik snap het. Een klein beetje vooruitgang. Voor nu denk ik nog, help. Ik heb ook helemaal klotsende oksels. Maar ik vind het heel leuk. Mijn doel is in principe al bereikt. Want ik heb nu een half uur les gehad. En ik heb een half uur aan niets anders gedacht dan waarmee ik bezig was. Dus dat is wat ik heel graag wil. Ontspanning. En als ik dat dan ook nog eens thuis kan doorvoeren. Dan ja, komt het helemaal goed. Goedemorgen. Niet schrikken. Ik ben mijn wenkbrauw aan het verven. Dus dit gaat er straks nog af. Dit is wel erg heftig. Ik heb heerlijk geslapen. Zelfs voor mijn wekker wakker. Nou, dan ben je uitgerust volgens mij. En even snel de wenkies aan het verven. En dan ga ik zo meteen een opdracht voor fanbranding voorbereiden waar ik vanmiddag heen ga. Dan heb ik een afspraak in de stad. Ik wil even kijken voor een poster op zolder. Vanavond verjaardag, ook heel gezellig. Nou, afspraak gehad en een diësk geweest. En nu even een lekker broodje voordat ik naar huis ga. En naar mijn fanbranding klus ga. Elk vrij momentje dat ik heb, ga ik even achter de piano. Even oefenen. Ik moet dus ook noten leren lezen. Nou, ik ben dus nu even met akkoorden bezig, want ik moet het allebei gaan leren. Dus en met heel veel YouTube en met de uitleg van gisteren snap ik het allemaal veel beter. Dus ik zal... Ik kan nog helemaal geen liedje spelen hoor. Maar ik kan wel wat akkoorden. En voor nog geen 24 uur geleden mijn eerste les vind ik het op zich best knap. Oké, het zou leuk zijn als het nu ook in één keer lukt. Even kijken hoor. Oké, nog een keer. Toch een beetje twijfelachtig. Het zou leuk zijn als ik er ook op een gegeven moment bij kan zingen, maar nu blokkade in mijn hele lijf. Nou, oké, zo'n beetje. Zo, ik heb hem helemaal klaargemaakt voor de verjaardag van een vriendinnetje van mij. En ik heb eigenlijk hetzelfde bovenstukje aan als wat ik al de hele dag aan had. Gewoon een lekkere trui met daaronder een blouseje. En dat zie je dan ook weer hier, dat kraagje. Vond ik gewoon cute. Maar nu omgeruild voor een leerbroekje met een panty en mijn hoge laarzen. Want ik dacht, dat komt hier mooi overeen met dat blouseje. Good morning, het is zaterdag en dat betekent klussen. We hebben net een planning gemaakt voor vandaag. En ook alle overige dingen die nog gedaan moeten worden. Dus echt het klussen, even los van styling, vloerkleed en zo natuurlijk, los daarvan. Denken we dat we nog 2, maximaal 3 weekenden bezig zijn en dat het dan helemaal af is. Het hele huis. Tot en met zolder. Zolder is dan helemaal een mooie logeerkamer. Helemaal ready voor logees. We beginnen vandaag de dag met de deuren. Daar zijn we natuurlijk onwijs blij mee. Die heeft Justin zelf gemaakt. Zo knap. Maar er zaten nog geen... Er zat nog geen glas in de deuren. Zeg maar. Dus heel blij met de deuren. Maar de deuren zijn heel lekker als ik met mijn vriendinnen hier in de keuken zit. En Justin gewoon daar rustig kan zitten. Maar ook wat warmte betreft. Dat je lekker de schuifdeuren dicht kan doen. En dat de warmte in de keuken blijft. In de woonkamer bedoel ik. Vandaag is D-Day. Gisteren is het glas bezorgd. We gaan vandaag het glas erin maken. Deur 1 hier neergelegd. En Justin heeft het zo gemaakt dat dit voorste ding, hoe heet het? Nou, kijk, zoals je ziet kan dat er dus uit. Dan kunnen we als goed het glas erin leggen met een beetje doorzichtige kit. Kijk, het glas ligt er dus in. Het is echt super smerig. Maar het was dus heel koud, dus het was helemaal nat van de condens. En nu is het eigenlijk al best wel goed gedroogd. En nu gaat Justin een kitje langs leggen. Dan gaat die er weer in. De eerste is helemaal klaar. Die ligt te drogen. Tenminste, het kit is aan het drogen. Hier is het helemaal leeg. Zoals je ziet is dit nog een hele oude vloer. Deze vloer ligt er echt al
zolang als wij in dit huis wonen. Mijn ouders, zeg maar. Alle plakplintjes zijn er af. Nou, eerst isolatiemateriaal neerleggen en heel goed betapen. En dan een vloertje leggen, even. Ja, la 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 la. Schiet hem lekker op. Nee, lak eraf. Laatste plakplintje en dan is ook... kast helemaal klaar. En de vloer is done. Hier moet nog even een plakplintje langs, maar dat gaan we later doen. Overal moeten er nog plakplintjes. Maar in ieder geval kon alles weer lekker terug naar zijn plek. En dan gaan we, ik weet niet wanneer, ik denk volgend weekend, verder. Hiero. Oh.